Hallo YouTube. Deze video gaat over wat de verschillen zijn tussen de gewone Evo en de Evo Limited Edition. Als eerst over de kleuren. Dit zijn dan toevallig allebei zwarte uitvoeringen. Maar de gewone Evo die is standaard ook geleverd in een knalgele kleur. Dit is dus de zwarte uitvoering. En de Limited Edition is alleen maar in zwart uitgevoerd. Op de kappen zitten ook bij de Limited Edition tribal stickers en natuurlijk Limited Edition erop. Hoe je een Limited Edition helemaal kunt herkennen is aan de sticker welk nummer het is. Dat is qua kappen eigenlijk wat er anders aan is. Je ziet ook dat de Limited Edition een wheel striping heeft, wat de gewone Evo dus niet standaard heeft. De kleur van de voorvork is bij de gewone Evo zilver en bij de Limited Edition dus zwart. Verder is dus de vork zelf is gewoon hetzelfde. Over de achterbrug. De gewone Evo heeft een ouderwetse eigenlijk standaard stalen achterbrug. Met een gewone direct gemonteerde achterveer. Terwijl de Limited Edition heeft een aluminium achtervork met een linksysteem met een gasveer. Dat kun je daaraan herkennen. En dat filtert de kleine hobbeltjes wat beter. En dat rijdt eigenlijk gewoon wat lekkerder. Dat zijn in ieder geval de grootste verschillen. Sowieso het blok is gewoon precies hetzelfde. Het frame is hetzelfde. Wat wel anders is, is de teller. En bij de Limited Edition, als je hem aanzet, zie je NE staan. Dat staat voor neutral, oftewel neutraal. Die knippert dan en als je hem dan in zijn versnelling zet, dan gaat hij op de snelheid kijken. En bij de gewone is dat dus gewoon zonder een neutraal aangeeflampje. Wat verder nog kleine details zijn, de kleur van de stiksels. Die is bij de Evo geel, bij de Limited Edition rood. En het kleur van de stuur kan nog verschillen tussen dit soort groen geadoniseerde kleurtje of zilver. Dat kan ook per bouwjaar wat anders zijn. Verder is bijvoorbeeld de uitlaat, zijn standaard allebei RVS. Dat zijn eigenlijk de grote verschillen tussen deze brommers. Origineel hebben ze een ronde koplamp met een soort spits neusje en een laag spatbord. Deze hebben dat toevallig allebei niet. Maar dit zit op van een DRD, van een gewone DRD. En ja, ik vind het zelf eigenlijk wel heel erg mooi. Niet iedereen houdt ervan. Ik vind het zelf eigenlijk wel heel mooi, zo'n originele ronde koplamp. Die hoort er origineel dus wel op. En ook bij de Limited Edition hoort hij er gewoon op. Maar hij is er niet minder om. Met een hoog spatbord, vind ik zelf.